Soms gebeurt er in 35 minuten meer dan in een hele hockeywedstrijd. Vraag maar aan de mannen van Kampong en Pinoquet, die de tweede helft van een eerder in de rust gestaakte wedstrijd moesten afronden. In een waanzinnig half uurtje werd het 3-4. En zat de pijn vooral diep bij Kampong, dat een 2-0 voorsprong prijs gaf. Van tevoren was het al een hele rare gewaarwording om 35 minuten te spelen. En ik denk dat we na 35 minuten kunnen concluderen dat het een extreem bizarre wedstrijd was. Want je pakt een voorsprong van 2 goals en dan denk je, dit is binnen? Ja, ik scoorde die 2-0 en toen dacht ik ook van deze wedstrijd is binnen. Dit moeten we uithokken. En deze wedstrijd pakken we ook omdat zij geen kans hebben gehad. Misschien de eerste minuut nog, maar we hadden gewoon echt het beste van het spel. En ja, je denkt gewoon, dit zijn de eerste lekkere 3 punten van de tweede helft van het seizoen. En binnen 5 minuten geven we alles weg. En it's not good to be 2-0 down in 35 minutes, but I have great belief in the capacity of this team. And we were not worried unnecessarily at that particular moment, because we have capacity, and we just needed to make sure that we brought that at a certain moment. And maybe that was not a bad thing for us, because it seemed to mobilize the players, and the outcome was what we wanted. En hoe onwerkelijk is het dan dat je uiteindelijk hier met lege handen staat na een 3-4 nederlaag? Nou, het is bizar. We zijn nu een tijdje na de wedstrijd en we kunnen nog met z'n allen nog steeds niet geloven. We hebben geprobeerd een beetje te analyseren, maar het heeft weinig met hockey te maken. Ik denk dat ook dat het een heel erg mentaal iets was. En dan maak je een zure herstart van de competitie. Zeker. En, maar ja, je moet het altijd positief zien. En wij gaan, ik denk dat wij wel 20 minuten fantastisch hockey hebben laten zien. We hebben fantastische aanvallen, we hebben mega veel kansen gehad. En ik denk dat we Pinoquet goed onder druk hebben kunnen zetten. En dat zijn gewoon aanknopingspunten voor de tweede helft van het seizoen. En in die zin heb ik ook absoluut vertrouwen in dat we nog veel punten gaan pakken. Alleen, dit is vandaag even heel erg zuur. Zure start.